hier aan tafel nu Henk Zomerdijk te gast. Henk, van harte welkom. Heel veel mensen kennen jou. Oud-burgemeester van Neder-Betuwe geweest. Maar je hebt nog veel meer gedaan dan alleen maar burgemeester zijn hier in deze mooie gemeente Neder-Betuwe. Waarom je concreet hier bent, is het schrijven van een boek. Het leven na corona. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar allereerst, hoe is het met je? Ja, het gaat goed met mij. Ik heb toch wel hele moeilijke jaren meegemaakt. Want 5 jaar geleden werd ik voor het eerst geconfronteerd met slokdarmkanker. En ja, dat is een vrij ernstige kankersoort. Een ingrijpende operatie gehad. Slokdarm, maag weggehaald. Maar ik kan nu zeggen, na 90 bestralingen en 10 chemokuren ben ik toch alweer 2 jaar kankervrij. En ik kan daarbij ook nog eens een keer zeggen dat ik de afgelopen jaren, ondanks al die bestralingen en chemokuren, toch elk jaar, ja dit jaar dan niet, de Vierdaagse Nijmegen gelopen heb. Dus het lichaam doet het toch heel goed. En ja, daar ben ik toch wel heel trots op. Dat ik toch nog wel heel gezond ben. Blijkt wel, want anders kun je zo'n prestatie natuurlijk niet verrichten. Dat lijkt mij ook. Spring levert nog steeds in die maatschappij. Ook burgemeester geweest van Duiven. Toch weer terug naar die Betuwe. Waarom eigenlijk? Ja, waarom? Ik had het natuurlijk in Duiven ook vreselijk naar mijn zin. Maar het is toch altijd wel zo dat als je op een gegeven moment blijft wonen in de gemeente, waar je de laatste keer burgemeester bent geweest, dan word je toch altijd op straat. Blijven ze je aanspreken met de burgemeester. En ik had ook zoiets van, ja, ik wil de burgemeester van Duiven, de nieuwe burgemeester, ook niet voor de voeten lopen. Hmm. En ik had nog een huis in IJzendoorn. En dat trok toch wel weer. De Betuwe. En ik moet zeggen, sinds 2013 wonen we hier alweer. En we hebben het daar geweldig naar mijn zin. Mevrouw heeft het ook enorm naar de zin, want die houdt erg van tuinieren. En ik moet zeggen, de Betuwe, ja, met al zijn tradities ook, met zijn corso en zijn fruitboomgaarden en zijn rivieren. Ja, daar hou ik ook erg van. En, uniek stukje Nederland, toch? Ja, dus we hebben het echt geweldig naar onze zin. Op mijn geheugen staat nog steeds het beeld van Henk Zomerdijk bij die dat cruciale moment bij dat doorbreken, eventueel hè, in 1995 van dat hoge water. Dat is de hele wereld overgegaan, inclusief CNN en ga zo maar door. Dat heeft heel veel impact gehad, hè? Ja, dat is toch wel een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven geweest. Het was dit jaar 1 februari 25 jaar, dus dat is nog uitgebreid herdacht op een grote bijeenkomst in het dorpshuis in Ochten. Ja, niet alleen daar, maar ook op Omroep Gelderland en bij ons. Natuurlijk. Het is ook in de media bij jullie, bij Omroep Gelderland. En ook de nationale televisie heeft er met een uitgebreide serie aandacht aan besteed. Dat zijn toch herinneringen die blijven je bij. Het moment dat ik de beslissing moest nemen, we moeten nu onmiddellijk evacueren, want ja, de dijk die staat op doorbreken. Dat is een beslissing, dat blijft je bij staan, alsof het gisteren bij wijze van spreken gebeurd is. Gelukkig heeft de dijk het gehouden, maar dat is eigenlijk ook alleen maar met inzet van heel veel handen, machines. Ik zeg wel eens, het was op dat moment bijna een oorlogsgebied, want heel veel militairen, honderden materieel van Defensie hebben daar meegewerkt. Maar ook niet te vergeten, ook heel veel mensen uit de laanboomteelt, Van der Pol met zijn bedrijf uit op Heusden, die heel hard heeft meegewerkt. Samen hebben we er natuurlijk toch uiteindelijk voor gezorgd. De mensen waren allemaal geëvacueerd. Het was een noodevacuatie, de enige in die tijd. Er is toen een enorme klus in een paar dagen tijd geklaard. Bijna een complete dijkverzwaring, zeg ik wel eens. Nou, het is gelukkig ook goed afgelopen. Over dat boek, daar gaan we het even over hebben, als u dat goed vindt. Of je, mag ik zeggen. Hè? Ja. Leven na corona. Je zei net al, ik ben er eigenlijk al 50 jaar mee bezig met het schrijven van dat boek. Nu is concreet die coronacrisis er en daar heb ik het aan opgehangen. Wat kunnen mensen nou verwachten als ze dat boek lezen? Wat is de centrale vraag? Nou, ik ben eigenlijk al die jaren al bezig met
nadenken over de zin van het leven. Ik heb daar veel aantekeningen over gemaakt. En als je dan zoiets als kanker meemaakt en de dood in de ogen kijkt, bij wijze van spreken, en dat helpt je wel en dat stimuleert je wel om verder na te denken over de zin van het leven. En corona, ja, dat heeft eigenlijk het laatste zetje gegeven om al die ideeën, al die gedachten op papier te zetten. Wat is nou volgens Henk Zomerdijk de zin van het leven? Nou, de zin van het leven, dat is toch wel heel mooi. Want ik weet wel, als je zoiets meemaakt als kanker, dan ben je toch wel weer veel meer op jezelf teruggeworpen. En dan ga je toch ook wel weer genieten van de mooie dingen van het leven. Hè? Want het probleem van heel veel mensen is, we hollen maar door. We zijn heel erg op prestatie gericht. En er zijn zoveel mooie dingen om je heen. De natuur, als ik zeg maar met mijn bijen, en ik ben ook al jaren imker bezig ben, ja, daar kan ik zo van genieten. En als die fruitbomen bloeien. En je ziet die imposante rivier, daar kan ik zo geweldig van genieten. Wat we met z'n allen eigenlijk gedaan hebben, en ik zeg niet iedereen, want als we nou naar de coronamaatregelen kijken. Ja, een grote meerderheid van de mensen die ondersteunt het. Maar er zijn toch ook wel veel die weer terugvallen in een oude gedrag. Egoïstisch, naijverig zijn. Dan ook niet nadenken van hoe moet ik met die natuur omgaan. Eigenlijk zeg ik wel eens, de grootste dreiging voor het voortbestaan van de mensheid is eigenlijk de mens zelf. Ja, dat is niks nieuws. Nee, dat is niks nieuws. Maar wat ik met mijn boek wel probeer te doen, is een handreiking geven van hoe kom je tot jezelf? Hoe moet je eigenlijk met je omgeving omgaan? En toch ook vooral je naasten zien. Samenleven. En dat zie ik. De mooie dingen van corona zijn dat je toch ziet, saamhorigheid, solidariteit komt toch weer naar boven. Mensen begroeten elkaar weer, ze helpen elkaar. Dat zijn mooie dingen. Maar dat klopt, hè? Maar je ziet ook duidelijk de splitsing. Er zijn ook heel veel mensen die juist een anti-geluid willen laten horen. Die komen meer tot uiting dan vroeger. Dat is waar, want toen ik 50 jaar geleden begon met mijn boek, toen was er ook al sprake van tegenstellingen, van polarisatie. En dat is eigenlijk in de loop der jaren alleen maar erger geworden. Ik kan me dan wel eens erg boos maken als ik een minister zie, ik zal nu zijn naam niet noemen, die gewoon zijn trouwerij viert en lak heeft aan alle coronaregels. Ja, op zo'n manier ondermijn je eigenlijk je eigen gezag. Dan ben je ook weer bezig om een onderwerp waar je draagvlak voor moet hebben, steun van de mensen, want anders dan slaag je er niet in om die corona onder de knie te krijgen. Ja, je ziet dan dat hij eigenlijk met zijn gedrag bezig is de samenleving te verdelen. Dat zie je ook in Tilburg met supporters gebeuren die er een feestje vieren, met een demonstratie in Amsterdam. Dat zijn toch allemaal onderwerpen, allemaal gedragingen waarvan je zegt, dat verdeelt de samenleving. Maar aan de andere kant zeg ik van, laten we met elkaar toch ook inzien. Er zijn ook heel veel goede dingen van de mensen die nou naar boven komen. Laten we vooral die dingen, die samenhorigheid, die solidariteit, vast proberen te houden. En dat is ook een grotere meerderheid dan die kleinere groep die helaas schreeuwt. Nee, het is, gelukkig moet je zeggen, altijd een minderheid, en soms een kleine minderheid die extreem in zijn opvatting is. Die lak hebben aan coronaregels, maar gelukkig. De meeste mensen die zien het nut er wel van in, die zien de noodzaak ervan in dat we met elkaar toch bepaalde leefregels in acht moeten nemen om die corona eronder te krijgen. En ik zie toch die corona echt, zou er een omslag kunnen zijn naar een betere wereld. Je ziet het als een kans. Ja, ik zie het echt als een kans.
om ja, toch weer de goede weg op te gaan met elkaar. Meer te geven om de omgeving. Meer te letten op duurzaamheid. En minder ja, bezig zijn in die prestigeslag. Van alsmaar meer. Consumeren. Ja, consumeren, presteren. Nee, dat je echt wat dat betreft je gedrag veel meer inricht. Maar toch is het zo dat corona wel inzichtelijk maakt dat er heel veel tegenstellingen zijn. Hoe krijg je dat nou bij elkaar? Heeft dat, als we dieper de tijd induiken, hè? Heeft dat te maken met het ontzuilen van de maatschappij? Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Het heeft te maken met ontzuiling. Het heeft ook wel te maken met, ja, denk ik, sociale media hebben dat natuurlijk ook heel erg versterkt. Ja, mensen hebben overal een mening over. Denken vaak, die tellen meestal niet een knopen tot 10 voordat ze een uitspraak doen, maar het staat gelijk op alle sociale media. En iedereen wordt meteen veroordeeld en ga zo maar door. Ja, precies. En ja, dat verdeelt de samenleving. En ja, we zullen toch uiteindelijk, ja, willen we deze samenleving redden. En willen wij ja, met elkaar zorgen dat we deze planeet redden. Ja, dan zullen we er toch samen voor moeten gaan staan. En, dan zijn er eigenlijk, ja, twee dingen nodig, zeg ik altijd. De burger. Die zal versterkt moeten worden tegenover de overheid. Want het is toch heel vaak ook de overheid die met het vingertje zegt van ja, dit en dit en dit allemaal. Nee, de burger is ook zelf volwassen. Die kan ook zelf verantwoordelijkheid dragen. Dus geef zeggenschap aan de buurt, de wijk, de dorpen. Maar daarnaast, ja, heb je ook internationale samenwerking nodig. En dat zie je ook bij heel veel jongeren die beseffen, ja, het is heel belangrijk om, ja, met je omgeving bezig te zijn, maar het is ook belangrijk om internationaal samen te werken. Hè? Je redt het met elkaar niet ja, als je niet internationaal samenwerkt. Zeker als het om een klimaatvraagstuk gaat, ja, dat zul je samen en internationaal aan moeten pakken. Ik vind het knap dat u dan zegt van ik zie het als een kans. Want er zijn zoveel bedreigingen, vind ik zelf, hè, die corona blootlegt, dat er nog heel wat water in dit geval door de Waal heen moet. Willen we bereiken dat corona ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt als een positief iets? Ja, we dachten natuurlijk tot voor kort. Maar ben ik het doemdenker? Kan ook, hè? Ja, totdat we met corona te maken hadden, ja, waren er een aantal bedreigingen die we noemden. Er was terrorisme bij, natuurrampen. Maar virussen werden eigenlijk helemaal niet genoemd. Nee. En waren de Spaanse griep van honderden jaren geleden, die waren we gewoon vergeten. Dat was toen en dat is nu niet meer. Toen was er van een groot deel van de Europese bevolking ook niet veel meer over. Dus het is een bedreiging die in de loop der eeuwen wel eens eerder aan de orde is geweest. Maar in deze omvang, ja, hebben we het nooit meegemaakt. Dus het is ook voor iedereen nieuw. Ja, dan zeg ik van, ja, het is nieuw, maar tegelijkertijd grijp je kans en durf te leven en ja, probeer het met elkaar allemaal weer te overleven en heb de blik weer vooruit en zet samen de schouders eronder om er echt wat van te maken. En dat begint bij samen. Dat begint inderdaad bij samen. Je komt er alleen niet uit. Je zult zelf verantwoordelijkheid moeten dragen, maar uiteindelijk moet je samen verantwoordelijkheid dragen. Ja, om die corona er weer onder te krijgen. Ja, en ik hoop niet dat we er ooit weer opnieuw mee geconfronteerd worden. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. We dachten ook in 95, ja, met een overstroming zullen we misschien nooit meer mee te maken krijgen. Maar ja, dat was ook in één keer een probleem wat zich opdoemde. En ja, nu staan we, ja, voor dit veiligheidsprobleem. Want het is in de kern natuurlijk toch een bedreiging van onze veiligheid als het gaat om corona. En ja, daar zullen we echt samen uit moeten zien te komen. Nou, Henk Zomerdijk die draagt in ieder geval zijn steentje bij door het schrijven van dit boek, Leven na corona. Hoe kunnen we dat boek te pakken krijgen? Ik kan me zo voorstellen dat de mensen zijn, verdorie, dat wil ik lezen.
Nou, het is uitgegeven als e-book bij Kobo. Mm-hmm. Dus Kobo, dat is een internationale uitgever met het hoofdkantoor in Canada. En het is ook bij... Je kunt het downloaden? Ja, je kunt het downloaden als e-book. En je kunt het ook verkrijgen bij bol.com. En ja, ik kan ook nog als nieuws vertellen dat op dit moment wordt het boek ook in het Engels vertaald. Kijk eens aan. Dus we hebben hier nog te maken met een internationale schrijver ook nog. Ja. Dus naar bol.com gaan, intoetsen, Henk Zomerdijk, leven na corona en hij komt tevoorschijn. Dan komt hij tevoorschijn. Nou, hartstikke mooi. Mag ik u danken, begin ik weer, mocht ik zeggen van tevoren had je gezegd. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan.